goed heb begrepen, uit te laten leggen. Ik zal haar graag het woord even geven. Ik wil even aan de aanwezigen duidelijk maken, er zijn flesjes water hier te krijgen. Jullie kunnen ijsjes, krijgen jullie vanuit de ijssalon achter jullie. En dit keer worden er geen gratis jointjes uitgedeeld. Het is maar dat u het weet. Mevrouw Bouwmeester, alstublieft. Ja, Mark, dankjewel. Jullie staan allemaal heel ver weg. Kom even wat lekker dichterbij, want we zijn het allemaal heel erg met elkaar eens namelijk. We vinden het al jaren, we vinden het nog steeds. Stop de wietpas. De wietpas is een probleem. En kom met een wietwet, want de wietwet, dat wordt de oplossing. En wat gaan we nou regelen in die wietwet? Niet wat er allemaal verboden moet worden, dat staat in de opiumwet. In de wietwet gaan we regelen hoe kunnen we zorgen dat coffeeshops kunnen telen. Voorwaarden aan het THC-gehalte, de leeftijd, die hebben we natuurlijk allemaal al. Kortom, we gaan van de coffeeshop een normaal bedrijf maken, vergelijkbaar met een kroeg. En we gaan gewoon zorgen dat iedereen die dat wil, boven de 18, net als met alcohol, net als met tabak, dat die gewoon de coffeeshop in kunnen. En we gaan zorgen dat de coffeeshop-eigenaren niet meer gedwongen in de criminaliteit zitten. Want het is oh zo makkelijk om coffeeshop-eigenaren crimineel te noemen. Terwijl de politiek er zelf voor verantwoordelijk is dat die tilt ergens vandaan komt. Maar we weten allemaal niet waar het vandaan komt. En het kabinet Rutte is er ook zelf verantwoordelijk voor dat hier in de wijk weer overlast is. Omdat de tijdstelers weer ruim baan krijgen. Wat wil de Partij van de Arbeid? Wij willen wettelijk regelen dat de coffeeshop een normaal bedrijf wordt. Dat er voorwaarden worden gesteld. Die worden gecontroleerd, net zoals een kroeg. Onder voorwaarden, uit de criminaliteit. En dan zijn die volgens mij de eerste hele innovatieve sector van Nederland.